Deze nieuwsuitzending is een update aangaande de situatie met het coronavirus. En ik heb wat dingen weer meegemaakt vandaag op mijn werk. En ik heb op de update die ik gedaan heb op 16 maart, heb ik reacties gekregen. Onder andere van Leon Staal. Die zie je hier nu in beeld. Die heeft net weer gereageerd. Ik heb net een reactie aan hem teruggegeven. Waarin hij zegt: geen behoefte om mijn kostbare tijd te verspillen aan samensweringscomplotten. Nou, daar gaan we dan. Ik heb er een kopje thee bij. Als ik jou was, zou ik dat ook maar doen. Oh, 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 oh. En een of andere maloot heeft de kerkklok aangezet. En dat doen ze tegenwoordig met zo'n elektromotor. En dan gaan die klokken gaan zo bijeren. Of er is iemand aan het trouwen, of er is iemand overleden, maar niet heus. Het zal wel zijn vanwege iets. En ik denk niet dat het hier gaat om de klokken van een protestantse kerk. Maar goed, laten we beginnen bij het begin. Kijk, dit is die uitzending van corona 16 maart 2020, situatie gehandicaptenzorg. En die heeft één dislike gekregen. En die dislike is denk ik van deze man die reageerde. Leon Staal. Daarboven staat een reactie van Bas. En daar heb ik al een paar keer contact mee gehad. En die linkte mij door, of die tipte mij dus naar The Crow House. Dat kan je ook even bekijken. Die man die dat kanaal runt, die heb ik een hele tijd lang bijna dagelijks gevolgd. De laatste tijd niet meer zo. Max Egan heet hij. Max Egan zegt precies hetzelfde als dat wat ik zeg. Kijk, zo'n reactie van Bas vind ik super tof. En opbouwend. Dat heeft zin. Maar nou de reactie van Leon Staal. Ik lees hem even voor. Wat een klaagzang vol zelfmedelijden, zeg. Zwelgend in je slachtofferrol. En maar stiekem je afzetten tegen het systeem. Hé, als je het zo erg vindt, dan had je maar meer je best moeten doen in leven en was je verder gekomen dan schoonmaken. Dan had je je invloed kunnen inbrengen op een professionele wijze. Nu doe je alleen maar huilie, huilie. Nou, is dit de tweede keer dat die man reageerde? En de eerste keer, die pak ik dan ook eventjes erbij. Dat was een uitzending die ik gemaakt heb, omdat mijn dochter mij heel vrolijk vertelde dat ze naar een lezing zou gaan over samenzweringen. Maar waar staat hij? Ja, hier, deze. 292, dat is een beschouwing. Doe ik even... Kan dat? Ja, dat kan. Dat is best een leuke. Daarin geef ik een overzicht van samenzweringen. Mijn dochter ging dus naar een lezing over samenzweringen. En ik geef even een overzicht van samenzweringen die bekend zijn. Duurt ook een uurtje. Heel keurig. En daar reageerde Leon Staal op met deze tekst. Hou toch je grote muil, joh.
met je kut-katholieke kerk. Je stelling dat wij de geschiedenis niet kennen en dat de Rooms-Katholieke Kerk verantwoordelijk is voor de Vietnamoorlog. 30.000 doden. Zwakzinnige. Er waren 50.000 doden in de USA. Je brabbelt maar wat en dan Wikipedia als bron aanbevelen. Zwakzinnige, laat je opnemen, joh. Nou, daar heb ik op gereageerd met de tekst Lees het boek Vietnam, Why Did We Go? Geschreven door Avro Manhattan. Waarop hij reageerde, geen behoefte om mijn kostbare tijd te verspillen aan samensweringscomplotten. Nou, dit is dan meneer Leon Staal. Die er even inkomt met hou toch je grote muil, joh. Met je kut katholieke kerk. Is het van taalgebruik? Ja. Proost. Je stelling dat wij de geschiedenis niet kennen. Nee, dat is... Wij kennen de geschiedenis niet. Ik weet er wat van, inmiddels. Ik kende hem ook niet. Toen die aanslagen van 11 september plaatsvonden, toen was ik net als de rest van Nederland helemaal onder de indruk van de almachtige kracht van die Mohammedanen. Het heeft jaren geduurd voordat ik de tijd had gevonden en ook de linkjes had gevonden, de informatie had gevonden die mij aan het denken zette. En toen duurde het nog een hele tijd voordat ik erachter kwam wat er gebeurd was in Nederland en in Engeland en in Amerika. En in Vietnam. En hoe dat gedoe in elkaar zat met die verschrikkelijke oorlog in Rwanda. En hoe het zat met Japan. En ja, met Korea. Ik wist dat allemaal niet. En deze meneer Leon Staal ook niet, hoor. En mijn dochter ook niet. Dus ik zeg dat de meeste mensen, die kennen de geschiedenis niet. Om een voorbeeld te noemen, in de tijd dat ik op school zat, de lagere school, dan moesten wij leren dat in 1600, dan was de slag bij Nieuwpoort. Dat was het belangrijkste wat er in het begin van de 17e eeuw gebeurde. Dat is helemaal niet waar. In 1611 bijvoorbeeld was er een complot, een samenzwering om het hele Britse parlement op te blazen met meer dan 30 vaten buskruit. Als dat door was gegaan, dan hadden ze ongetwijfeld in de schoenen geschoven van een of andere Volkert van de Graaf. En dat hij dan zegt dat ik dan een zwakzinnige ben, omdat ik het heb over 30.000 doden in 30.000 Amerikaanse doden door de Vietnamoorlog, terwijl het er 50.000 waren. Ik heb gehoord dat het ging om 30.000. En hij dus kennelijk over 50.000. Nou, dan moet hij vertellen waar hij die 50.000 vandaan heeft. En dan zet hij ook nog, en dan Wikipedia als bron aanbevelen. En dan weer, zwakzinnige, laat je opnemen, joh. Ja, ik weet best dat je niet alles wat op Wikipedia staat, dat je dat voor waar aan moet nemen. En heel veel dingen die op Wikipedia staan, die kloppen als een bus. En de bron die ik aanbeveel is bijvoorbeeld Vietnam, Why Did We Go? Geschreven door Avro Manhattan. Nou, dat zie je, hier zie je het boek. Over dit boek heb ik het. En dan zal ik het even voorlezen wat Amazon, dit is van Amazon.com, die grote boekverkoper en nog meer verkoper. Er staat hier, The Religious Beginnings of an Unholy War. The Shocking Story of the Catholic Church's, en dan K,
kerk, tussen aanhalingstekens, role in starting the Vietnam War by Avro Manhattan. Avro Manhattan was the world's foremost authority on Roman Catholicism in politics. A resident of London during World War II, he operated a radio station called Radio Freedom, broadcasting to occupied Europe. With an immense collection of facts, photos, names and dates, Manhattan proves that the Vietnam War began as a religious conflict. He shows how America was manipulated into supporting Catholic oppression in Vietnam, supposedly to fight communism. Hier gaat het om. Supporting Catholic oppression in Vietnam, supposedly to fight communism. Manhattan explains how religious pamphlets and radio broadcasts convinced 1 million Catholics, Katholieken, to leave North Vietnam and live under Catholic rule in the South, overwhelming the Buddhists. How brutal persecution of Vietnamese Buddhists led to rioting and suicides by fire in the streets. Why the reports of what was really happening, written by American military and civil advisors, failed to reach the US president. Why the project backfired, and as US soldiers continued to die, the Vatican made a secret deal with Ho Chi Minh. Dit is geen pindakaas. Dit is precies wat er toen gebeurd is. En dit is ook heel logisch. Als je weet hoe de katholieke kerk geopereerd heeft. En het is heel logisch als je weet waar de katholieke kerk uit voortgekomen is. Of het gaat om één fenomeen, ik noem dat Babylon. Dit is maar een naampje. Hè? En Babylon heeft het christendom overgenomen, ingepikt en gebruikt voor haar politieke agenda. En het gaat door tot op de dag van vandaag. Donald Trump heeft een eed afgelegd dat hij zal vechten voor de katholieken. Ja, dit is geen onzin. Dit is geen samensweringscomplot. Wat overigens, dat is geen term, hè? Het is of een samenswering of een complot. Dat lijkt me nogal wiedes, hè? Er bestaat ook niet zoiets als steak, biefstuk. Mag ik een steekbiefstuk van u? Dus een steek is een biefstuk. Of een biefstuk is een steek, of het is allebei hetzelfde. Maar je kent het wel. Mag ik een haan, mannetjeskip? Dat zeg je er ook niet. Dus een mannetjeskip is een haan. Kan ik er nog één verzinnen? Nee. Dat is Leonstaal. Gekke vent. En dan komt hij dus hier. Dat hij dan reageert dat... als je het zo erg vindt, dan had je maar meer je best moeten doen in leven. Ik denk dat hij bedoelt in het leven. Hè? En was je verder gekomen dan schoonmaken. Dat is van onzin. Hoezo? Hoezo verder gekomen? Ik ben hartstikke blij met mijn werk. Er is voor mij een hele nieuwe wereld open gegaan. En vanmorgen ben ik op mijn werk geweest. En vanmiddag kwam ik thuis en daar heb ik even een bammetje gegeten. En dan doe ik mijn programmeeromgeving weer aan en dan ga ik weer lekker aan de slag. Mijn hele leven ben ik al computerprogrammeur. En dat vind ik ongelooflijk interessant en dat vind ik hartstikke leuk om te doen. En dat is mijn werk. En dat doe ik lekker. En daar ben ik niet meer afhankelijk van
Dat programmeren, voor het programmeren, daar ben ik niet meer van afhankelijk in die zin dat ik niet meer afhankelijk ben of ik daar geld mee verdien. En dat heb ik met opzet zo gekozen. Want ik wilde niet meer die druk erachter hebben. Nou, en dat heb ik dan prima kunnen combineren door 23 uur per week doe ik dan die nieuwe baan. En de rest van de tijd ben ik nog steeds bezig met deze beschouwingen, nieuwsuitzendingen en andere leuke dingen. En lekkere ouwe hoeren met mijn vriend Wim Kruidentuin. En programmeren. Dus hoezo verder gekomen? Ik ben verder gekomen dan ik ooit had kunnen dromen. En nee, ik heb nooit beoogd om directeur van het TNO te worden. Wat misschien best had gekund, maar dat heb ik niet gewild. Dat is toch mijn keuze, wat is dat nou? En dat is dan niet ver genoeg of zo in zijn ogen? Waar heeft hij het over, die man? En dan had je je invloed kunnen inbrengen op een professionele wijze. Oh, dus wat ik nu doe is amateuristisch. Nou, daar heeft hij gelijk in. Dit is liefdewerk oud papier wat ik doe. Een amor, dat betekent liefde. En amateurisme is het werk wat gebeurt uit liefde. En ik verdien er inderdaad geen ene jota mee. Dus, maar ik doe het toch netjes? Is er wat mis met de audio-kwaliteit of zo? Nou dan. En nu doe je alleen maar huilie-huilie. Ja, dat zegt hij. Ik ben helemaal niet aan het janken. Een plaatsvervangend janken misschien. Want ik vind het best erg wat er gebeurt. Nou, dan heb ik erop gereageerd met... Dag Leon, heb je inmiddels Vietnam, Why Did We Go... geschreven door Avro Manhattan al gelezen? En wat vond je van de inhoud? De PDF kan je gratis downloaden. En ik vind je houding naar mensen zoals ik... die schoonmaken in de gehandicaptenzorg erg beledigend. Hè? Want hij zegt hier... Als ik meer mijn best had gedaan... dan was ik verder gekomen dan schoonmaken. Hier staat het. Verder gekomen dan schoonmaken. Dus schoonmaken, dan ben je niet ver gekomen. Nou, we spreken toch Nederlands en doen we nog iets aan logica? Nou, ik momenteel wel. Ja, als je dat tegen mij zegt, dan slaat dat helemaal nergens op. Want ik doe dat werk wat hartstikke leuk is. Ontzettend leuke collega's. En de mensen waar ik het voor doe, daar kan ik nog mee lachen ook. Ga ik vandaag nog over vertellen. Vandaag weer van alles meegemaakt. En dan de mensen die mijn collega's zijn. Ja. Die hebben niet daarnaast dat ze nog gaan programmeren of iets anders. Nee, voor die mensen is dat hun broodwinning. En die werken ook meer uren in de week dan ik. Er zitten erbij, die hebben kinderen te onderhouden. Nou zeg. En dan reageert hij dan weer op. Ik heb juist veel respect voor mensen die schoonmaken. Nou, dan mag hij wel even aan zijn taal gaan werken. Hé? Echter, als je daar werkt, veel loopt te klagen... dan kan je beter jezelf verhouden tot de maatschappij hoe die nu is... Geldt voor mij net zo. Ook ik ben geen afgestudeerde, maar probeer daardoor juist innerlijke vrede te behouden tussen mijzelf en de buitenwereld. P, hij bedoelt denk ik PS, ik weet het wel zeker. PS, dan heb ik het nog niet gehad over hoe je vrouwen wegzet die een van de meest heftige beslissingen moesten nemen, dubbele punt, abortus laten ondergaan, alsof het moordenaressen zijn. PSS, heb geen interesse in subjectief verontwaardigde teksten vol met samensweringsgedachten om die te lezen. Sorry? Waar maakt deze man zich druk over? Hij heeft geen interesse in subjectief verontwaardigde teksten vol met samensweringsgedachten om die te lezen. Dit boek, dit is geschreven ergens in de jaren 80 van de vorige eeuw. Want Avro Manhattan is overleden in 1990. Toen hij 76 was.
Avro Manhattan was een hele grote jongen in Engeland. Hij was een bestseller-auteur. Hij heeft zich verdiept in de rol van de katholieke kerk, de Romeins-katholieke kerk in de politiek. Ja. Nou, daar heb ik eventjes op gereageerd en gezegd, oh, dag Leon, een paar dingen. Ten eerste, ik klaag niet over mijn lot. Echt niet. Ik bevind mij, ik weet niet of dit nou de allergelukkigste periode van mijn leven is. Ik ben heel gelukkig. Ik ben ook heel gelukkig geweest. En ik heb dipjes gehad en dat vond ik echt niet zo leuk. Ik ben blij dat die tijd voorbij is. En ik ben ook niet eens ontevreden dat ik die dipjes heb gehad. Ja, met een van de grootste dippen die ik heb gehad, dat was dat mijn tweede kind geaborteerd werd. Nou, dat is niet leuk. Dat je heel blij bent dat je een tweede mormel onder je vleugels gaat krijgen. En ik zat me al helemaal te verkneuteren over het feit. Want mijn dochter die was bijna klaar met haar primaire onderwijs. Ik denk, mooi zo. Tegen de tijd dat zij van de lagere school primair onderwijs afgaat. Precies tegen die tijd heb ik de volgende aan te melden. En dan kan ik weer lekker 6 jaar lang een hommeltje, hummeltje, mormeltje elke dag naar school brengen. Want ik vond het ontzettend leuk. Ik hou van kinderen. En toen werd mijn tweede kind geaborteerd. Nou, dat vond ik niet leuk. Dat was een ernstige dip voor mij, ja. En ik vind het niet fijn dat het gebeurd is, maar ik vind het wel fijn dat ik het heb meegemaakt in die zin dat ik weet wat het is. Want het is all over the place. Er zijn heel veel mannen zoals ik. En er zijn heel veel kinderen zoals mijn tweede kind. Maar goed, met mijn werk nu, ik ben echt hartstikke blij. Ik zou echt niet anders willen. Het lijkt mij geweldig om, ik moet nog 7 jaar werken, zo'n beetje. Nou, het lijkt mij heerlijk om die 7 jaar te mogen uitdienen in dit beroep. Als er wat anders komt, dan komt er wat anders en nou, dan moet ik me ook weer aan aanpassen. Maar als dit het blijft, dan ben ik heel blij. Het is werk dat, nou, dan moet je wel je hersenen bijhouden. Het is niet productiewerk. En je hoeft niet te rennen en te vliegen. Je moet goed nadenken, geen vergissingen maken. En alle dingen die je doet, moet je in 1 keer goed doen. En als je dat doet, nou, dan kan je rustig werken op een dag. Er zijn heel veel dingen waar je om moet denken, dat wel. Maar dat is toch niet erg? Ik heb toch een stel hersenen om na te denken. Nee, ik ben uitermate blij. En ik vind het ook fijn dat ik 's morgens werk. En dat dwingt mij dan om op te staan. En dat ik dan 's middags van mijn werk ben ik helemaal fris. En dan heb ik nog een aantal uren over voordat ik moet gaan slapen. Een uitstekende werkverdeling. Dus. En ik klaag dus niet over mijn lot. Ik ben blij met mijn werk en het geeft me veel voldoening. Ik spreek me uit over de uitwerking van de maatregelen die getroffen worden. Daar heb ik het over. En dan in ons geval met name dat ze afgekondigd hebben dat als op het terrein corona wordt geconstateerd, dan wordt het hele terrein afgesloten. Dan mag er niemand meer af. Voor minimaal 2 weken niet. En ja, dat betekent dus dat
als ik naar mijn werk ga, dat het niet zeker is dat ik die dag weer naar huis ga. Het kan ook zijn dat ik naar mijn werk ga en dan moet ik er 2 weken blijven. Dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt voor iedereen die daar werkt. En een collega van mij, die heeft het daar moeilijk mee. Die vindt dat een angstaanjagende gedachte. Die zei letterlijk tegen mij, als dat komt, dus als zij aan het werk is op een locatie en dan komt die melding van we gaan in quarantaine, heeft zij tegen mij gezegd van nou, ik ga rennen. En ik klim over een hek. Ja, ik niet. Ik heb besloten, als dat komt, dan blijf ik daar gewoon zitten. Ik blijf gewoon tussen die mensen. Ik wil mezelf niet een pluim op de hoed zetten of zo. Of een peper in de reet of whatever. Helemaal niet, daar gaat het niet om. Het is een keuze die je maakt. En ik sta erbij stil dat die collega van mij, die zegt dat niet uit opstandigheid. Nee, die zegt dat omdat ze bang is. Dat maakt haar heel onzeker. Het maakt haar angstig. Ik kan het zien aan de uitdrukking op haar gezicht terwijl ze zoiets zegt. Dat is een heel aardig iemand. Die werkt er ook alweer 12 jaar. Nou, en dan de tweede ding waar ik op reageer. En dat is dan die opmerking van hem dat hij zegt, dan heb ik het nog niet gehad over hoe je vrouwen wegzet die een van de meest heftige beslissingen moesten nemen, / abortus laten ondergaan, / alsof het moordenaressen zijn. Nou, daarop reageer ik met de zin, een vrouw ondergaat niet een abortus, ze vraagt om een abortus. Punt. Zij vraagt om het kind in haar buik te laten doden. Dat is zo. Dat is de combinatie die je krijgt als je Nederlands, logica en abortus combineert. Daar gaat het om. Een vrouw heeft een kind in haar buik en ze vraagt om dat kind te laten doden. En doe ik dan alsof die vrouw een moordenares is? Nee, ik zeg dat die vrouw vraagt om dat kind te laten doden. Het kind is een onschuldig wezen, dus vindt er een moord plaats. Dus is die vrouw een moordenares. En dan kan jij zeggen, ja, maar die vrouw die moet wel die moordenares zijn, want het kan niet anders. Ja, maar dat zeg jij. De moeder van mijn eerste kind, die dat tweede kind heeft laten doden. Mag jij eventjes een opstel gaan schrijven van 500 woorden waarom de moeder van mijn eerste kind dat tweede kind moest laten doden? Ga je gang. Ja, onder deze uitzending staat een linkje naar dat boekje van mij, Een criminele vrouw en de tranen van haar dochter. En dan moet je dat boekje even lezen. Ga er maar vanuit wat daarin staat, dat dat zo'n beetje ongeveer de waarheid is. Een samenvatting van de dingen die ik belangrijk vind. Dus nou, misschien dat je daar kan zeggen, dat is gekleurd. Dus alleen maar wat Perry belangrijk vond van die periode. Maar je mag die moeder ook bellen hoor. Ik ben benieuwd waar jij het woord moest in gaat funderen. Ik denk niet dat je dat lukt. Nou, en dan als laatste reageer ik op deze meneer Leon Staal met dat boek van Vietnam, Why Did We Go? Met daarin nog de tekst die ik van Amazon.com heb gekopieerd en gepaste. En voor degenen die dan niet zo goed in Engels zijn, er staat dus hier dat het ging over dat
Amerika gemanipuleerd is voor het ondersteunen van de katholieke onderdrukking in Vietnam, zogenaamd om communisme te bestrijden. En de schrijver, Avril Manhattan, die legt dan uit hoe religieuze pamfletten en radio-uitzendingen 1 miljoen katholieken heeft overtuigd om Noord-Vietnam te verlaten en te gaan leven, wonen in het zuiden van Vietnam onder katholiek bestuur. En dat ze toen de boeddhisten overvleugeld hebben. En hoe de brute, gewelddadige vervolging van Vietnamese boeddhisten heeft geleid tot rellen en zelfmoorden door jezelf in brand te steken in de straten van het zuiden van Vietnam, van de steden in het zuiden van Vietnam. En wij weten dat. Wij hebben die foto's gezien van boeddhistische monniken die zichzelf overgoten met diesel en de hen staken in zichzelf. Terwijl ze in kleermakerszit zaten, hebben ze zichzelf verbrand. Dit is geen samenzwerend complot, idioterie. Nee, dat stond in de krant, er zijn foto's van gemaakt. En wat ik niet wist, wat ik dan nu dan wel zie, is dat hij ook nog uitlegt hoe ze het voor elkaar gekregen hebben om de verslagen van dat wat er werkelijk plaatsvond in Vietnam. En die verslagen werden geschreven door Amerikaanse militairen en burgeradviseurs. Hoe het niet gelukt is dat die verslagen de president van de Verenigde Staten bereikten. Dus de president van Amerika, Nixon neem ik aan, op dat moment, die was er dus niet van op de hoogte. En het Vaticaan had dus een geheime overeenkomst gesloten met Ho Chi Minh. En dat was de leider van Noord-Vietnam. Ha 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 ha. Nou, dan sluit ik af naar Leon toe met dat jij de inhoud van het boek niet wilt kennen is jouw zaak, maar doe nu niet alsof dat een volwassen houding is. Dat boek staat niet vol met onzin zoals je wel suggereert, terwijl je de inhoud niet eens kent. Nou, mijn vraag aan jou is, wie is Leon Staal? En reageert hij weer? Even kijken hoor. Perry Winkel, alleen internationaal wetenschappelijke onderzoeksrapporten gebaseerd op de internationale normen van onderzoeksmethoden neem ik serieus. En uiteraard kon ik je reactie... Wat is dat hier dan? Kon ik je reactie al voorspellen dat vrouwen om een abortus vragen? Wel zou ik zeggen, ga eens leven. Ga eens echt van binnen voelen wat het betekent voor een vrouw als ze zwanger is en dit ondraaglijk is. Fijn verhard zijn, hè? Alleen goed en kwaad, zwart en wit. Meer is er niet in je gedachten. Ja. Ja, 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 ja. Ik laat me even een pauze vallen. Wat mij opvalt is het taalgebruik. Van die man. Hij beticht mij ervan dat ik verhard ben. Sorry. Ik heb... tandenknarsend moeten toezien terwijl mijn tweede kind vermoord werd. En dan ben ik verhard. Volgens mij ben je verhard als je als vader, terwijl je kind vermoord wordt, dat je denkt, wacht. En wat betekent dat voor een vrouw als ze zwanger is en het is ondraaglijk? Nou, ik wil weten, wat is dat dan, ondraaglijk, zwanger zijn?
En als je als vrouw, je ben je zwanger en je kan niet voor dat kind gaan zorgen. Nou, dan moet je het afstaan. En niet meer zwanger worden. De moeder, dus mijn ex, die vertelde me dat zij in de abortuskliniek was in Den Haag. En dat toen ze bijkwam van dat gebeuren, dat naast haar een vrouw lag en die kwam uit Zuid-Amerika en die werkte in de prostitutie. En tegen haar werd gezegd van ja mevrouw, dit is nou de derde keer dat we dit doen. Maar dit is wel de laatste keer. Ja, hoe ze dat nou kunnen zeggen weet ik ook niet. Maar die Zuid-Amerikaanse prostituee was dus ook ondraaglijk zwanger. Ja, ja. Nee. Alleen goed en kwaad, zwart en wit, meer is er niet in je gedachten. Nou, dat is wel waar. Iets is goed of het is niet goed. En ik heb geen oordeel over die vrouwen die dat laten doen. Ik zeg slechts dat het betreft het doden van een kind. Want het is het. In Matteüs 7 vers 1 staat: oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld worden. Maar dat betekent niet dat je niet mag zeggen of het regent, ja of nee. Dat is ook een oordeel. Technisch gesproken is dat een oordeel. Iemand vraagt aan jou, waar ligt mijn portemonnee? En jij zegt, nou, die ligt bij de kapstok. Dat is een oordeel. Nou, iets ligt bij de kapstok of niet. Iets wat je zegt is waar of het is niet waar. Klaar. Het is dus zwart of wit. En het is ook precies het onderscheid tussen de waarheidslievende en de mensen die het niet zo nauw nemen met de waarheid. Want de mensen die het niet zo nauw nemen met de waarheid, die zeggen, ja, je kan wel zeggen van waarheid, maar eigenlijk is alles een beetje waar hoor. Want als je iemand iets zegt, is het op zich al waar dat hij zegt dat het zo is. Dus het is toch waar, want iemand zegt het. Ja, ik ken het. Er is dat fraaie boek geschreven, 50 tinten grijs. Belachelijk slecht geschreven. Dus dat is echt zo, want ik heb het anderhalve pagina gelezen op verzoek. Maar 50 tinten grijs is precies waar het om gaat als je het hebt over leugenaars. Want alles is een beetje waar en alles is een beetje goed en alles is een beetje kwaad. Ja, 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 ja. Nee, ik ben niet boos hoor op Leon Staal. Het is alleen dat ik denk van, waar ben je mee bezig? En hij doet alleen aan internationaal wetenschappelijke onderzoeksrapporten. Ja, maar wat zijn dat dan? En de internationale normen van onderzoeksmethoden, waar staan die dan? Gaat er weg. Dat boek destijds gepubliceerd door Avro Manhattan is een keurig boek met allemaal dingen verzameld met foto's en krantenknipsels en berichten van de tv en dat is het. En het klopt als een bus. Het doet mij vermoeden dat Leon Staal, dat die een broodreageerder is, dat hij reageert voor zijn werk. Want het gebeurt. Dat is. Ja, dat weet ik natuurlijk niet zeker omdat je die mensen niet kent. Maar. En het valt me dan op hoe die mensen reageren dat ze. Kijk, die eerste reactie was. Hou toch je muil, joh, zwakzinnige, laat je opnemen. Echt heel plat. Hè? En dan nu dan zo'n alleen internationaal wetenschappelijke onderzoeksrapporten gebaseerd op de internationale normen van onderzoeksmethoden neem ik serieus.
En uiteraard kon ik je reactie al voorspellen, dat vrouwen om een abortus vragen. Ja, dus, is je plotseling op een cursus poëtisch taalgebruik gegaan of zo? Ineens is hij niet meer die platte boerenlul van daarnet, hè? Ga eens leven en ga echt eens van binnen voelen wat het betekent voor een vrouw als ze zwanger is en dit ondraaglijk is. Sukkel. En er komen mensen met hele mensen met reacties die, zoals hier staat, de moeite waard zijn. Er zijn er meer hoor. Nout Kersten heeft ook, Kersten heeft ook gereageerd met een linkje. En dat was de basis van de volgende beschouwing over het corona gebeuren. En dat is dan nieuws 728. Corona 17 maart. Die is van gisteren. En nu wat er vandaag op mijn werk... Oh. Ik kwam binnen en twee vrouwen, collega's van mij, die stonden naast het washok in een ruimte daarnaast, waren ze bezig met bedden die daar opgeslagen stonden, schoon te maken. En ik liep daar langs om mijn schone spullen te halen en stapte daar naar binnen met een vraag. En die ene vrouw, dat is diezelfde vrouw die zich ook zorgen maakte over dat quarantaine, die quarantaineverordening. En die zei van, dat is gebeurd, paniek, weet je wel. Ik stelde gewoon die vraag. Dat ging over de wasmachine die aanstond. Of niet aanstond, daar had ik een vraag over, heel praktisch. En die zei van, ik kan geen antwoord geven. Ik ben helemaal, wat is er aan de hand? En die andere vrouw, die gaf wel antwoord. En die sprak ik dan vanmiddag toen ik van het werk wegging. En zij ook, zaten we samen in de bus. En toen zei ze dus dat die ene vrouw die echt overstuur was. En dat die 's morgens had moeten huilen. En ik zit nu niet te zwelgen in mijn slachtofferrol. Dat vind ik gewoon zielig voor die vrouw. Voor die collega van mij. En ik zou willen dat ik haar gerust kon stellen... dat het allemaal zo erg niet is. Want wat hebben ze nou besloten? Die vrouw, die dus moest huilen en in paniek was... die maakt schoon op zo'n dagbestedingslocatie. En die locaties, die zijn allemaal gesloten. En nu hebben ze, hebben ze haar locatie aangemerkt als crisisopvang. Dus die is helemaal leeggehaald. En daarom stond ze nou met een andere collega in die opslagruimte bedden schoon te maken. Want die bedden zouden verplaatst gaan worden naar die dagbesteding voor de crisisopvang. En die vrouw die werd het helemaal angstig te moeden. Ik weet niet wat ze allemaal dacht. Als alles goed gaat, dan zit ik morgen met haar op weg naar huis. Weer zitten we samen in de bus. Dan ga ik het aan haar vragen. Maar ik zag het vanmorgen al aan haar gezicht dat het helemaal. Dat ze echt niet lekker in haar vel zat. Mensen raken hiervan ontzettend in paniek. En waarom? Nee, dat is niet tof. Met mij gaat alles goed hoor. Dus ik klaag echt niet over mijn eigen lot. Helemaal niet. Ik vind het eerder frappant. Dat ik in zo'n unieke positie zit. Tijdens deze crisis. Voor hetzelfde geval geldt, voor hetzelfde geld. Had ik dit allemaal meegemaakt vanuit de positie dat ik dagelijks lekker aan het programmeren was en dacht van, wat maakt het uit? Nou, nu ondervind ik het aan den lijve wat dit inhoudt.
En ik prijs mezelf gelukkig. Ik heb gisteren heb ik mijn dochter even gesproken. En zij zit dan in de dakloze opvang bij het Leger des Heils op stage. En die gaat dus ook gewoon naar de stage. Zij hoeft niet thuis te blijven. En wij moesten gisteravond aan de telefoon allebei dan lachen dat zij en ik nu vallen onder de cruciale beroepen. En wij worden geacht, alsof er niks aan de hand is, gewoon naar ons werk te gaan. En ik zei dus iets tegen haar van, ja, dan zijn we dus nu wel extra belangrijk. Zij vond het dan ook. Ja, ja. Ja, dus zij was gisterenochtend, omdat haar school is dan gesloten. Ze gaat niet meer in de klas zitten, want ze moet dus behalve stage ook nog 1-2 dagen in de week of zo in de klas. Nou, dat gaat niet meer door en iedereen moet thuis gaan studeren. En toen dacht ze van, nou, dan ga ik naar de bibliotheek. En dan ga ik die bibliotheek even leeg hamsteren. En ga ik al mijn boeken halen. Ik denk, oh, dan was ik weer trots op haar, hoor. Dan denk ik, ja, that's my baby. Zo pakken we dat aan. Ja, zei ze, en dat was echt bijna eng dat ik in de trein naar Nijmegen zat en ik was de enige in de coupé. Tja. Kijk, dat is de realiteit. Ik zat vanmorgen ook, ik was niet de enige in de bus, maar... En trouwens, toen ik in de bus zat, zaten twee mensen, die zaten naast elkaar in de bus. Ook, denk ik, twee mensen in de cruciale werkvoorzieningsdinges, arbeidsberoepdinges. En die zaten gewoon naast elkaar. Helemaal geen 1,5 meter afstand. That's it. En op mijn werk op de groep was het hartstikke leuk en gezellig. Er was één bewoner en die ging helemaal uit zijn plaat. Maar die gaat wel eens vaker uit zijn plaat. Dus. Er werd heel profi aangepakt en alles zat weer onder de ontlasting. En... Maar het is allemaal keurig opgeruimd. Inmiddels weet ik... Ja, dus, de afspraak bij ons is dat die vieze dingen met poep en pies, dat de begeleiding die moet het ruwe materiaal verwijderen. En dan komen mensen uit mijn kaliber ding, beroepsgroep, en die komen erachteraan en dan wordt het spik en span gemaakt. Dus ik hoef nooit met grote drollen of zo te manoeuvreren. Dat mag zelfs niet. Dus de begeleiding moet dat doen. En die doen het ruwe werk. En dan ik erachteraan. En dan wordt het... dat je een tossie van de vloer kan eten. Bij wijze van spreken dan. Dat moet je niet doen, maar... Nou, zo ben ik lekker bezig geweest. Heel veel oppervlakte... vlakken heb ik helemaal... dinges vrijgemaakt. Met ontsmettingsmiddel. En los daarvan ook lekker veel schoongemaakt. En natuurlijk mijn 15 toiletten gedaan. En 1 toilet nog echt grondig aangepakt met zoutzuur of zo zit erin. Dus een of andere flessen, nou niet te hard zeggen, maar eigenlijk mag ik al. Maar ik mag het dan wel. Ik heb zo'n fles op de kar. Nou, niet op de kar, die zat veilig. Het werd dan ook tegen mij gezegd van niet in het volle zicht. Want dat is linkspul. Nou, 1 toilet goed aangepakt. En wat heel erg leuk was vandaag, dat een van de bewoners, toen ik bezig was om de stoelen in de woonkamer op de tafel te zetten, dan kan ik eronder lekker tekeer gaan om dat schoon te maken, dat een van die bewoners uit zichzelf, en die jongen die kan niet praten. En hij... Maar dat heeft denk ik ook te maken met het feit dat hij niet kan praten, is dat hij zich dus ook niet kan uiten. Dus hij wordt wel eens ontzettend boos. En hij ging helemaal uit zichzelf. Hij keek met een scheve blik naar mij, hoor.
En hij vroeg natuurlijk niks, want hij kan niet praten. Dus hij kon niet zeggen, van, vind je het goed dat ik je even help? Hè? Maar hij pakte een stoel beet en hij zag mij dat doen. Hij had dat al vaker gezien. En hij zette die stoel op de tafel en ik zo glimlachte naar hem van, nou. Waarop hij dacht, oké, ja, nu de volgende. En toen was er een begeleider en die riep van, wat gebeurt hier? En ik zei tegen die begeleider, hij helpt mij. Oh, zei die begeleider. Ik dacht dat hij met de stoelen ging gooien. Nee, hij hielp mij. Ik voelde mij $1,000,000, zeggen ze dan in Amerika. Ik was vereerd, vond echt ontzettend leuk. En toen was het, vlak voordat ik wegging, hadden ze frikandellen gebakken. Heb ik ook nog 2 broodjes frikandel gekregen, met mayonaise en uitjes. En gezellig joh, iedereen kletsen en vrolijk. En voor de rest waren alle bewoners, die waren superblij, puzzeltjes aan het oplossen en tv kijken en ja. Het was wat ik verwacht had, hoor. Want in het begin dacht ik dus van, oh jee, als dat maar goed gaat, hè. Want er zitten een aantal krentenbroden bij. Oh. Maar het gaat echt geweldig. Er is wel extra bezetting op de groep. En dat moet ook wel, want normaal gesproken zitten die mensen overdag op de dagbesteding. En ja, dan zitten er 1 of 2 of soms helemaal geen mensen op de locatie. Ja, nu dus het volledige inwonersaantal. Ja, dan kunnen die mensen van de dagbesteding, die dan normaal gesproken op de dagbesteding zitten, die komen dan nu, denk ik, naar de afzonderlijke woonlocaties toe. En houden die bewoners lekker bezig. Maar dan maar op de groep zelf. Dus ja, die maatregel slaat nog steeds nergens op. En het wordt opgelost. Er is nu niks aan de hand. Dat worden denk ik de komende 3 weken, nou 2,5 week nog, wordt hartstikke gezellig. En het wordt nog wat. Ik ben benieuwd of die jongen morgen dan weer komt helpen met het op de tafel zetten van de stoelen. Hij kan niet praten en hij verstaat wel wat je zegt. Dus ik kan hem wel bedanken. Dat heb ik al gedaan, hoor. Zo. Niet met woorden of zo. Ik heb een duim opgestoken en een knipoog gegeven. En hij is verder ook een beetje schuchter in zijn beweging en zo. En hij, ja. Ja, ik vond toch een soort toenadering. Nou, leuk. En een badkamer goed aangepakt. En nog even overleg gehad over. Want mijn baas had me al geattendeerd op dat sommige badkamers. Ja, er is jarenlang niet echt heel grondig schoongemaakt. Ik wil niemand de schuld geven, maar dat vindt mijn baas ook. Nou, mijn baas vindt het en ik vind het ook, zo moet ik het zeggen. En die mensen zelf vinden het ook. Dus moeten we nu een soort inhaalslag maken en. En dat begint zich nu een beetje duidelijk af te tekenen wat we moeten gaan aanpakken. En ook daar weer even over gesproken. Nou, dat vind ik ook weer heel leuk. Want dan gaan we het ook met z'n allen doen. Ja, dat schept allemaal een band. Het is echt leuk. Het is hartstikke leuk om te werken. Wat wel een domper op de feestvreugde was. Was dat ik iets van 1:30, zat ik op de bus te wachten. En die kwam niet. Ze waren per vandaag overgeschakeld op de kerstdagenregeling. Ze rijden nu net zo vaak als met kerst. Dat betekent eens in het uur. Tja, zat ik daar. Dan ben ik maar teruggelopen naar het hoofdkantoorgebouw. En daar heb ik nog een koffie gehaald. En weer opnieuw naar de bushalte.
En toen kwamen er twee collega's aanlopen die dan tegen mij zeiden... Hey, ga je nou pas met de bus? Je had al lang weg moeten zijn. Ik zei, ja, de bus kwam niet. Nou, dat was wel leuk. En morgen wordt ongetwijfeld weer een leuke dag. Nee, vanuit een heel tevreden Arnhem... een heel tevreden mens uit Arnhem kan ik zeggen... op zijn hamburgers tegen jullie. Tjus! En tot de volgende update over de coronacrisis.